Michel, hoe ziet een dag van een topschaatser eruit? Vaak trainen wij 's ochtends op het ijs. En dan moeten we ongeveer 9:30 op het ijs staan. Dus dan word ik zo rond 8:00 word ik wakker en dan ga ik ontbijten. En dan zorg ik dat ik om 9:10 ongeveer op de baan ben. En dan doe ik even een warming-up, daar reken ik ongeveer een 30 minuten voor. Nou, en dan schaatsen en dan ben ik om 9:30 sta ik op het ijs. Meestal dan duurt het ongeveer 1,5 uur. Dus dan is het 11:00 en dan doen we altijd een bakje koffie naar de tijd. Het is natuurlijk een heel zwaar leven wij als topsporters. En dan daarna gaan wij vaak allemaal weer onze eigen weg naar huis. En dan neem ik wel even de tijd om even te lunchen. Maak ik altijd zelf, vaak een pastaatje of wat rijst. En dan is het eigenlijk een beetje relaxen tot de tweede training. Of gewoon de huishoudelijke dingetjes doen, een beetje boodschappen doen. En, maar je zit best veel in de auto dus? Ja, nou goed, ik woon in Heerenveen, dat scheelt wel heel veel reistijd. Maar nu zit je in de auto in Wolfga. Ja, dat doen wij om in ieder geval met de ploeg bij elkaar te zijn. En dat is ook wel belangrijk. En ik heb wel eens vaker... Ik heb wel eens vaker dat ik thuis ben geweest met belangrijke wedstrijden, maar dan merk je toch dat je focus iets anders is. En als je met elkaar in het hotel zit en je ziet de concurrentie, dan merk ik dat ik zelf ook dat het beter gaat tijdens de wedstrijden. Je hebt natuurlijk een geweldige zomer gehad. Het schaatsen begint ook zeer goed met een nationale titel. Ja. Hoe hoop je dat de rest van jouw seizoen eruit ziet? De enige zekerheid die ik heb is dat ik nu 3 World Cups rijd. En daarna is eigenlijk het hele seizoen nog redelijk onzeker. Maar met het niveau hoe ik begonnen ben in het jaar is wel het plan om in ieder geval de hele World Cup cyclus 500 meter weer te rijden. 1000 meter gaan ook steeds beter, dus ik hoop stiekem ook op een plekje bij het NK Sprint om te kwalificeren voor het WK Sprint. Dat is echt een heel groot doel voor mij ook. Het belangrijkste toernooi is weer het WK afstand. En daar wil ik graag een 500 rijden en als het even kan ook weer meedoen voor de prijzen. Dat is mijn ultieme doel voor dit jaar.